kijkt naar de before en after van mijn keuken. Die is inmiddels al een paar maanden geleden afgerond, maar ik ben het jullie nog steeds verschuldigd om echt een in-depth super tour te doen. Dus bij deze, ik vertel je vandaag alles over van welk merk alles is, waarom ik bepaalde designkeuzes heb gemaakt, hoe het proces was. En je ziet gewoon in het geheel hoe alles er nou precies uitziet. Ik woon inmiddels zo'n 13 jaar alweer in dit appartement. En toen ik hier kwam was er net een nieuwe keuken en badkamer ingezet. En dan kiezen ze eigenlijk altijd voor de meest budget optie, wat natuurlijk prima is. Maar na 13 jaar vielen kastjes uit elkaar, deed de afwasmachine het niet meer echt. Was de look ook best wel gedateerd. Ik heb nog geprobeerd om er een keer andere greepjes op te zetten, maar niet met daverend succes. Dus na een heleboel Pinterest sparen, nadenken en onderzoek had ik besloten om mijn keuken dan toch echt te gaan renoveren. Ik had daar geen ervaring mee, maar ik moet eigenlijk zeggen dat het proces me heel erg is meegevallen. Als je gewoon met een goede professionele partij werkt, dan nemen ze ook heel veel keuzes en werk uit handen. Dus dat was top. En voor mij was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het een hele lichte keuken zou moeten worden. Zeker in een appartement als dit, waar je niet een huge woonkamer hebt of een losse keuken en je keuken ook onderdeel is van de woonkamer, vind ik het fijn als het een best wel fris en licht geheel is. Iets waar je ook niet te snel op uitgekeken raakt, omdat je voor een trendy kleur hebt gekozen bijvoorbeeld. Iets wat iedereen mooi vindt, waar bijvoorbeeld ook je vriend of partner blij van wordt. En wat gewoon rust uitstraalt. Ik heb mijn keuken bij Kwik Westpoort uitgezocht en ik heb best wel veel onderzoek gedaan naar wat is nou de plek waar ik mijn keukendromen tot leven kan laten komen en daarna in een Pinterestbord kan wonen. En toen kreeg ik contact met de meiden van Kwik, wat echt een super team is ook. Toen zijn we een soort Sims tekening gaan maken van mijn huis, echt geweldig. Ook met kastjes en plankjes en planten erin. Toen was ik al helemaal sold. Wat ik zelf heel fijn vind aan Kwik is dat het een hele Scandinavische design feel heeft. En dat ze gewoon een aantal hele sterke designs hebben. Dus ze hebben bij wijze van spreken 10 hele goede keukens in plaats van 100 opties. En daar kun je dan weer je eigen werkblad, je eigen koeker, je eigen koelkast en zo bij kiezen. Maar het is best wel behapbaar en daardoor ook relatief betaalbaar. Omdat ze dus niet honderden verschillende keukens in hoeven te kopen. Dus dat sprak mij heel erg aan en ze zijn veel met duurzaamheid bezig. En ik wist al van mezelf dat ik gewoon een best wel classic keuken wilde, dus dat matchte heel goed. Een van de fijnste en belangrijkste veranderingen in de keuken is ook dat we hem wat groter hebben gemaakt. De vorige keuken die kwam tot hier ongeveer. Dus we hebben dit hele stuk erbij gekregen, zowel aan werkbladruimte en ook wel leuke etalageruimte voor alle frutseltjes. Dit hoekje verandert eigenlijk elke paar weken een beetje. Ik heb hem nu in de classic opstelling die je misschien van Instagram kent. Maar op een ander moment kan het dat hier bijvoorbeeld een blauwe print staat en hier wat groene kopjes en de rest alles zwart-wit is. Of dat ik juist meer met geel en mosterd en bruin bijvoorbeeld werk. Je kunt door een paar accenten te veranderen eigenlijk de hele look veranderen. Dat is ook het leuke aan zo'n best wel clean, eenvoudige classic keuken. Ik was best wel lang aan het zoeken ook naar wat ik hier dan wilde doen. Ging ik voor iets zwarts of wits of staal of een groter rekje. En toen kwam ik via Billy Rose, ik ben eerlijk, op dit hele leuke houten wandplankje van Raw Materials. Die bestelde ik bij Fonk. Die kun je gewoon met twee schroefjes zo hoep de muur inzetten en net even wat meer ruimte creëren. Ook om dingen uit te stallen die je leuk vindt in het zicht. Maar ook zodat dit allemaal een beetje rustiger blijft. Dus dat vond ik een heel mooi simpel iets. En eigenlijk heb ik aan één zo'n plankje genoeg. Het was wel even een strijd met mij en Jordi hoe hoog ik kwam te hangen. Want ik kan anders gewoon niet meer hierbij. Dus het moest wel op mij afgestemd worden. Wat ik hier nu allemaal heb staan is onder andere deze leuke schelpenbordjes van HK Living. Vond ik wel heel leuk bij je atelier passen qua schelpenthema. Ik heb ze nu gewoon als bordjes, maar je kunt dit bijvoorbeeld ook heel leuk gebruiken om je sieraden op uit te stallen. Dus zo zoek ik ook altijd wel naar interieur items, dingen die een beetje multifunctioneel zijn. Een diptiekkaars, een van mijn favoriete merken. En hier een potje waar wat theezakjes in zitten. Dit is eigenlijk gewoon een grappig random
mini dingetje. Waar ik bijvoorbeeld lucifers in bewaar of soms gewoon even neerzet voor de sfeer. Deze glazen vind ik persoonlijk echt fantastisch. Van Firm Living zijn die. Dat is ook wel een van mijn favoriete interieurmerken. Dus ik vind ze zo ontzettend chic. Ik heb net de wijnglazen ook besteld. Ik dacht, ik wil gewoon meer van dit in mijn leven. Hier ben ik heel blij mee. En die staan hier dan ook te wachten op leuke feestelijke momenten. Dus met mijn verjaardag bijvoorbeeld heb ik daar cocktails in gemaakt voor mijn vriendin. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een keuken die de Tinta heet. Wat best wel een modern model is. Waarbij je alles natuurlijk naar je eigen wensen kunt samenstellen. Van een plat tot de frontjes. Maar ook bijvoorbeeld de strip die hier tussen zit. Die kan ook in een kleur of in het zwart bijvoorbeeld. Ik vond het wel mooi om alles een beetje seamless te houden. En dus voor wit te kiezen. Ik heb gekozen voor een vrij strakke en redelijk matte uitvoering. Omdat ik denk dat hij dan het beste tot zijn recht komt. En niet de hele tijd naar je toe aan het shine en blinken. Zelfs als er zonlicht op komt. Dus daar heb ik vrij bewust voor gekozen. Een matte witte keuken. Dat vond ik net iets chiquer. Een blad heb ik daar ook besteld. Dat is van een partij die heet Jetstone. Daar komt ook mijn gouden wasbak vandaan. En dit is een composietwerkblad. Ik keek eerst naar marmer. Maar marmer is zo vlekgevoelig. Als je daar een glas wijn op laat staan, dan ben je meteen uitgecheckt. Dus dat wilde ik eigenlijk niet. Dit is super makkelijk schoon te maken. Maar heeft wel dat stenen gevoel en die stenen look waar ik gewoon heel blij mee ben. En ik heb gekozen voor een blad waar niet te veel van die tekening in zit als het ware. Ik wilde meer een soort subtiel smoky marmer lookje. Ook omdat ik natuurlijk al een marmer tafel heb. Dus anders werd het wel heel pimp in mijn huis. Dus ik vond dat iets rustigere wel het mooiste. Iets anders waar ik ook wel duidelijk van overtuigd was, is de bovenkastjes eruit slopen. Ik ergerde me al jaren aan die bovenkastjes. Ze waren scheef aan het hangen, ze waren super groot. Ik kon er ook helemaal niet bij met mijn 1,60. Dus het had gewoon helemaal geen zin. Dus ik dacht, die dingen moeten weg. Dat was echt een van de beste keuzes wel, want daardoor heb je veel meer ruimte optisch gezien. Zo'n kastje komt best wel op je af. Dus ik dacht, we zien wel hoe we het doen met al die boodschappen. Ik wil ze niet. In plaats daarvan hebben we een heel stuk hoger een koof gebouwd waar de afzuiger in is weggewerkt. Afzuigers zijn denk ik mijn minst favoriete onderdeel van keukens. Ik vind ze vaak super groot, niet de mooiste en gewoon heel aanwezig. En dan heb je zo'n mooie keuken en dan is dat iets wat je de hele tijd ziet. Dus we hebben gekozen voor een hele mooie afzuiger en lichtjes die we in een koof hebben gebouwd. En die gewoon wit geverfd, waardoor het eigenlijk lijkt alsof het gewoon bij de muur hoort zoiets. En het valt gewoon veel minder op. Als ik iets lelijk vind in een keuken, dan zijn het wel die opzichtige prullenbakken. Dus wat ik in ieder geval heb gedaan is hier een ingebouwd prullenbakje. In werkelijkheid heb ik zoveel afval dat ik toch wel meer afvalruimte nodig heb. Dus ik gebruik dit nu als een geheime opslagplek voor mijn gescheiden afval. Waar ik ook heel blij mee ben. Want ik had altijd van die plastic zakjes met al het plastic afval erin. En dozen staan overal. En nu kan ik hier mijn papier en mijn plastic kwijt. Dus dat helpt mij heel erg om beter te recyclen. Dus daarmee wil Jordi ook nog wat langer bij mij blijven, want die is helemaal trots. Ik heb ook gekozen voor de Tinta omdat die greeploos is. En ik vind dat zelf echt vaak wel het mooiste. Omdat je dan gewoon een hele clean en strakke zichtlijn houdt. Je hebt niet al die kleine onderbrekingen van greepjes en hetzelfde wat je dus met die witte naden creëert. Het is gewoon één mooi smooth geheel. En ik vind dit dus ook heel satisfying. Hoe dit zo open gaat. En dan vanzelf weer dicht. Oh, ik hou er echt van. Toen ik mijn afspraak bij Kwik had, werd mijn oog vanzelfsprekend meteen naar het goud getrokken. Ik zag namelijk ergens een gouden wasbak of spoelbak of hoe noemen we dit. En ik dacht, ja oké, wat er ook gebeurt, dit wil ik in mijn leven. Ik hou van goud, van sieraden. En dit is een soort van de gouden oorbel of de gouden tand van de keuken. Ik was helemaal obsessief met dat goud. En toen kwam ik er dus achter dat ze ook gouden koekers hadden. Dus ben ik onderzoek uitgegaan van kan dat dan samen? En eigenlijk matchte het heel erg goed. Deze heeft net een iets gelere ondertoon. Maar samen zie je dat eigenlijk niet. En vind ik ze heel goed bij elkaar werken. En het was wel grappig. Want de
meiden van Kwik waar ik contact mee had, die waren meteen on board. En sommige mannen binnen het bedrijf die dachten, oh my god, dit wordt echt afschuwelijk. Wat zijn ze aan het doen? Waarom doe je dit? Maar ik wist gewoon zeker dat dit moest. Ik had ook op Pinterest heel veel gouden accenten gezien, zelfs een hele gouden keuken. Dus ik was meteen verkocht. En ja, dit vind ik wel, denk ik, dit is net de eyecatcher die de keuken anders maakt en speciaal maakt. Dus ik had absoluut niet iets anders willen kiezen en ik ben hier echt ontzettend blij mee. Ik vind het zo mooi. Iedereen die hier binnenkomt, die stelt hier altijd meteen vragen over en vindt het helemaal tof. Dus het loont wel echt om net een iets uitgesprokener element toe te voegen aan je keuken. En bij mij is dat dus dit geworden. Ik heb gekozen voor de cooker in de Fusion Round uitvoering. Wat betekent dat dit een ronde vorm heeft. Ik vond dat wel mooi bij deze rechte spoelbak. En ik hou gewoon heel erg van spelen met vierkanten en ronde vormen. Dus ik vond dat gewoon verreweg de mooiste. Ja, een gouden cooker, ja, dat is toch gewoon geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Ik moet wel echt zeggen, als je hier eenmaal aan begint, kan je ook niet meer terug. Het is zo handig om tijdens het koken meteen je kokend water te hebben. Of op zondagochtend voor een eitje of zo. Ik vind het echt een topproduct. Dit is mijn coffee area. Hier heb ik mijn mooie Nespresso machine uitgestald. Waar ik elke ochtend een heerlijke cappuccino voor mezelf maak. Dus dit is waar ik altijd mijn dag begin. En een beetje mijn happy place in de keuken. Hier heb ik nu deze bordjes en deze bekers staan. En deze lepeltjes die ik al 100 jaar heb. Maar waar ik altijd vragen over krijg. Dus once and for all. Dit hele leuke gespikkelde duo is van H&M Home. Is dus echt al jaren oud. Ik denk 5 jaar oud. Het komt soms wel terug in een net iets andere uitvoering. Ik weet dat ze bij Hey ook hele leuke gespikkelde bekers en zo nu hebben. Maar ja, ik ben eerlijk gezegd ook weg van deze. Ze drinken ook heel lekker. Ze zijn heel groot. Ze zien er nog gewoon hartstikke goed uit. Dus als ze ooit weer in het assortiment komen, zou ik ze meteen kopen. Maar daar zijn ze dus van. En deze lepeltjes, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens meer. Het zou best kunnen dat ze ook van HK Living zijn. Ah, weet ik eigenlijk niet hoor. Maar als je zoekt op bijvoorbeeld Parelmoer lepeltje of zoiets, dan kun je nog wel dingen vinden die hierop lijken. Deze buddy is de Nespresso Creatista. En dat is wel een chique upgrade van het kleine apparaatje waar ik ooit mee begon. Een hele lange tijd dronk ik helemaal niet veel koffie. En langzaam ben ik het echt gaan waarderen. En ook verschillende smaken gaan exploren. En nu heb ik deze waarmee ik hier mijn melk opschuim. En eigenlijk best wel geavanceerd opties kan kiezen tussen een lungo, een cappuccino, een espresso en weet ik veel wat allemaal. Dus ik voel me altijd helemaal een barista als er mensen op bezoek zijn en ik ze 8 opties kan aanbieden en die dan heel lekker kan maken. En het ziet er ook gewoon fantastisch uit. Hier heb ik allemaal cupjes verstopt. Ik vind dat altijd iets te veel kleur om heel erg in het zicht te hebben. Dus ik vind het fijn om ze in zo'n leuk, klein, gezellig bolletje te verstoppen. Dit is Where the Magic Happens. En ook wel echt, want ik ben sinds ik deze keuken heb zoveel meer aan het koken. En er ook voor het eerst echt van aan het genieten. Ik heb kookboeken gekocht. Ik ga er helemaal in op. En nu ik een ruimte heb die gewoon als mezelf voelt, vind ik het zoveel leuker. Dus ik kan niet zeggen dat ik de oven veel heb gebruikt tot nu toe. Maar dit gedeelte zeker wel. Het is trouwens een magnetron overcombi, wat ik heel chill vind. Jullie zijn natuurlijk al bekend met mijn liefde voor de smeg vanuit mijn kantoor, waar een roze exemplaar staat. En ik was er al vrij snel over uit dat ik dat ook heel graag in huis wilde, want op mijn kantoor is dat een van de leukste items waar ik elke keer zo vrolijk van word. Ik had de hele tijd een mintgroene smeg in mijn gedachten. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk ik, toen ik een jaar of 18 was of zo en Pinterest voor het eerst kwam, hem toen al online zag, die mintgroene, en dacht, oké, als ik later groot ben, is die gelukt, maar wel volwassen, dan koop ik zo'n koelkast voor mezelf. Dus dat zat zo in mijn gedachten, maar als ik het in deze keuken plaatste, dan werd het misschien iets te pastellerig en iets te licht. En uiteindelijk heb ik gekozen voor een zwarte, omdat ik dat wat stoerder en wat meer van nu en wat moderner vond. Dus ik moest even af van het originele idee. Ik heb hem maar eerst ook helemaal in laten tekenen. Maar toch dacht ik, nee, het moet wat volwassener. Dit is mijn grown-up kitchen en daar past dit heel goed bij. Dan de tegels. Dat is ook wel iets waar ik zo lang mee bezig ben geweest en zoveel over na heb gedacht. Bijna nog net zo lang als over de keuken zelf.
Want ik vind dat zo bepalend voor de look en eigenlijk voor de hele woonkamer, waar deze keuken natuurlijk de hele tijd in te zien is. Oorspronkelijk had ik namelijk een matte beige tegel in gedachten. Ik vond het heel mooi met wit, beige en zwart. Een beetje een soort Franse look ook wel. Ik was echt verkocht op die tegel. Maar toen ik hem hier zo uiteindelijk bij de keuken hield daadwerkelijk, werkte het gewoon niet helemaal lekker. Het was wel heel mooi als kleur, maar ik dacht, ja, dan heb je zo'n beige streep waar dat dan stopt. En ik wilde juist dat hele ruimtelijke gevoel houden. Dus toen ben ik uiteindelijk toch voor een witte tegel gegaan. Ik had het niet verwacht. Maar eigenlijk ben ik daar heel blij mee. Want daardoor is niet bijvoorbeeld de tegel het aspect wat het meeste aandacht vraagt. En daar was ik een beetje bang voor. Ik denk dat dit gewoon een hele goede classic is die je altijd mooi vindt. En het is ook een tegel die je best wel betaalbaar kunt vinden. Ik heb gegoogeld gewoon op handgevormde witjes of handgevormde witte tegels. En dan kun je echt van alles vinden. Wat ik heel leuk vind aan deze tegel is dat hij dus handgevormd is en niet zo machinaal en strak. Dat kwam eigenlijk doordat de keuken helemaal af was en deze muur toen nog een beetje open lag. Dus er was wat baksteen te zien of wat was er allemaal te zien. In ieder geval muur die helemaal niet af was. En dat vond ik er zo leuk uitzien dat ik me ook realiseerde dat ik niet iets heel straks wilde, maar juist iets nonchalanters. Dus zo ben ik op deze ook uitgekomen. Wat ik ook mooi vind is dat hij niet spierwit is en net een beetje off-white met een beetje een paarlemoerglans. Ik vind hem echt prachtig. Dan over de indeling. Waar zit alles dan achter die mooie witte kastjes? Nou, hier zit dus de weggewerkte vuilnisbak met daaronder nog wat opbergruimte waar we bijvoorbeeld boodschappentasjes hebben en wat spullen voor in huis, zoals batterijen en dat soort dingen. Hier zitten twee hele ruime opberglades in die ik helemaal volgepropt heb met eten. Daaronder hetzelfde verhaal. Hier zit de afwasmachine in en wat ik dus heel mooi vind is dat dit frontje zo gemaakt is dat het lijkt alsof dit ook twee aparte lades zijn. Waardoor je een heel mooi geheel krijgt. Maar die zit dus van boven tot onder hier achter verstopt. Daarnaast natuurlijk de standaard schoonmaakmiddelen en ook nog een stukje van de koeker waar het warme water in wordt opgeslagen. En afwasmiddel en schoonmaakdoekjes en dat soort dingen, dat zit allemaal hier. Hier zit een hele grote ruimte voor servies en pannen. En het mooie is dat er een systeem in zit dat er helemaal uitdraait. Dus je gebruikt eigenlijk deze hele hoek, waardoor je ontzettend veel spullen kwijt kunt. Terwijl het lijkt alsof hier gewoon een klein kastje achter zit. Dus dat is ook een hele slimme oplossing. En deze keuken is ook net wel dieper dan de meeste keukens. Je hebt zo'n 10 centimeter extra, waardoor je overall echt heel veel extra opslagruimte wint. Dus dat is ook wel een topper. Hier natuurlijk de oven en dan daarnaast dingen zoals een kruidenrekje, ontbijtspullen. Dat staat allemaal hier. En dit was hem, mijn hele uitgebreide kitchen tour, waarin hopelijk al je vragen beantwoord zijn. Mocht je nou toch andere dingen willen weten, stel ze dan zeker in de comments hieronder, dan beantwoord ik alles. En ik hoop dat je het leuk vond en wat inspiratie hebt opgedaan. En tot in de volgende. Doei!